We gaan overschakelen naar Mike Staring en ik hoop dat hij bij Flow is. Mag ik voordat u overschakelt naar Mike Staring, pardon, mag ik er even heel snel tussendoor? Oh ja, natuurlijk, ja. Floor, wil ik eventjes melden, heet eigenlijk Floor de Goede. En hij is een hele belangrijke striptekenaar, een van de belangrijkste van Nederland. En het leuke is dat hij een dagelijkse strip op het internet maakt. Ik volg dat ook haast dagelijks. En deze dagelijkse strip die verschijnt voor als u het een keer wil zien of mensen thuis het een keer willen zien. Dat verschijnt op zijn eigen website als stripblog onder de stripblog. Stripblog of stripblog. Nou, wat is het eigenlijk? Stripblog. Ja, ja. Onder de naam Do You Know Flow? Do You Know Flow? En het is een bijzonder sympathiek mens. Dat wil ik toch even zeggen. En nu dus over naar Mike Staring. Moet ik nou eigenlijk Flow of Floor zeggen? Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit? Nee. Mijn moeder noemt me Flow. En soms ook Floor, als het boos is. Want door jouw moeder is dit allemaal wel begonnen wat je nu doet, hè? Ja, dat staat in mijn bio, hè? Ja, die moet ik een keer weghalen. Want het klopt niet. Jawel, ja. Zij heeft mij ooit verteld dat ik 2 was toen ik begon met tekenen. Ja. Maar dat weet ik zelf helemaal niet meer. Al heb ik wel laatst een oude tekening gevonden waar 1983 op staat. Waar heb je die? Heb je die nog? Die heb... Ja, ergens. Dat schijnt mijn allereerste... Dat schijnt mijn allereerste tekening te zijn. Oké. Okay. Nou, dit niet. Even kijken. Oh, dit. Kip. Je tekent autobiografisch. Ja. Geef je dan alles van jezelf bloot? Nee. Nee? Nee. Waar is de grens? Waar ligt de grens? Nou, als het te privé wordt en dan bijvoorbeeld seks of zo, of te privé relatiedingen, dat ga ik hem niet vertellen. Of als het echt over andere mensen gaat die zichzelf niet kunnen verdedigen, dan doe ik het niet. Maar ik ben niet precies hetzelfde als mijn karakter. Waarin verschilt zich dat dan? Nou, juist, ja, Flo die kan toch wel veel meer dingen maken. Zoals wat dan? Wat jij niet kan maken? Nou, ik kan iemand gewoon... Ja, bij wijze van je kan wel hard zijn af en toe. Ja, nou, in het echte leven kan ik dat ook wel zijn. Maar op een of andere manier, als dat schattige kleine figuurtje dat doet, dan vindt niemand het erg. Iedereen vergeeft hem. Dus meestal laat ik hem ook de boeman zijn. En bijvoorbeeld Bas, die mag niet gemeen zijn eigenlijk. Ja. Maar ik wel. Ja. Want iedereen pikt dat, hoop ik. Maar misschien verandert het ook met de jaren, hoor. Dat weet ik niet. Maar dan ga ik weer even terug naar het autobiografische. Is Bas dan ook jouw partner? Ja. Ja. Wat vindt hij daarvan dat jij hem verwerkt in jouw strips of illustraties? Nou, ik weet wel dat toen wij net met elkaar kregen, dat hij zei van ik wil absoluut niet in je strips voorkomen. Maar ja, op een van, ja, dat kan niet anders. Dus nu is hij gewoon een vast karakter. Ja. Al jaren. Ja. Maar gaat dat nooit door elkaar heen lopen? Je eigen leven en het leven wat je leidt in je strips? Ja. Ja, soms wel. Dan weet ik niet meer wat nou echt is. Ja, wat de waarheid is. Ja. Ja, dan begin ik het een beetje... Dan begin ik hetzelfde geloven wat ik bedacht heb. Ja. En dat is soms wel een beetje figuratief. Maar kan je goed liegen dan? Nee, het is niet echt liegen, maar het is weer... dat ik iets heb verzonnen, maar dat ik dus denk dat dat echt zo is. Dus het is niet lieg, ik geloof het dan echt. Zullen we even naar je dvd-collectie lopen? Ja. Want ik wil wel eens weten wat jouw humor is. Kun je er een voorbeeld uitpakken? Ja, het is niet echt, ja. Of het nou echt heel veel humorfilms zijn, dit? Nou, ik zie wel heel veel hele leuke series hier tussen staan. Ja, ja, dat, ja precies. Ja, het Engelse humor. Ja? Dat is... Maar wat vind je er leuk aan dan? Ja, dat gewoon wat grof. Het is niet zo moralistisch. En daar hou ik niet zo heel erg van. Ja. Het mag voor mij ook slecht eindigen. Of naar. Ja, waarom? Ja, dat vind ik fijn. Waarom vind je dat ja, fijn? Ja, weet ik niet. Ik weet het niet. Als ik het zoiets heb van, oh jezus, dit is echt verschrikkelijk, dit einde. Wat goed. Want ik vind het gewoon fijn. Want ik ben zo gewend aan in Amerikaanse films en zo, dat het gewoon goed afloopt. En dan heb ik altijd zoiets van, ja, jammer.
in deze ruimte werk je zelf ook, hè? Ja. Hier bedenk en maak je de strips. Ja. Waar zit je dan? Ik zit dan aan mijn bureau. Oké. En Bas die zit er meestal naast ook. Maar die werkt gelukkig niet elke dag thuis. Jullie maken het echt met z'n tweeën? Nee joh, ben je gek. Maar waarom zit Bas er dan? Oh, Bas doet ander werk. Die doet toch ander werk hier. Dan speel ik Bas wel eventjes, dan zit ik hier. En wat ben jij dan aan het doen? Doe even wat je normaalwijs doet dan. Ik ben dan, meestal maak ik schetsjes, die maak ik wel ergens anders. In een café of gewoon hier op de bank of wel hier. En dan, ja, meestal dan ga ik gewoon hier tekenen. En dat werkt dan samen? Want ik kan me voorstellen als Bas hier lekker aan het tikken is en schatje, wil je nog wat drinken? Dat leidt toch alleen maar af? Ja, maar de computer leidt meer af. Ja? Ja, Facebook en dat soort dingen allemaal. Oké. Okay. Het is heel vaak dat ik ook een serie aan het kijken ben terwijl ik aan het tekenen ben. Laten we even de situatie schetsen dan. Ik ben even geen Bas meer. Hoe ga je te werk? Hoe ga je te werk? Als ik het moet tekenen. Nou, wacht, ik pak even een strip. Bijvoorbeeld dit. Nou, zo. Ja? Dan ben ik dus aan het tekenen en ondertussen heb ik dan een serie op staan. Dus dan gaat het dan zo. Dan is het daar per lijntje kijken. Dus het duurt heel lang. En dan, ja, als ik het met potlood geschetst heb, dan gebruik ik de lichtbak soms. Ja. Dan kan ik het overtrekken met inklijnen of ik inkt er gewoon overheen. Ja. En dan scan ik het in en dan ga ik het daarna op de computer bewerken. Ja, bijvoorbeeld dit stripje. Ja. Nou, dit is zeg maar de versie die ik dan inscan. Mm-hmm. En dan maak ik het schoon, dus haal ik viezigheidjes nog er weg. Of ik teken een lijntje erbij of ik verplaats net iets. Ja. En dan heb ik een code hier en dat zorgt ervoor dat ik het in kan kleuren en dat hij uiteindelijk de zwarte lijnen weghaalt. Dan voeg ik ze samen en dan maak ik daar een JPEG-je op en dan gooi ik het op mijn site. Ik ben nu bezig met een boek. Ja? En ik moet me daar echt op gaan concentreren nu. Dus dan... Wat voor een boek ga je maken dan? Een lang verhaal dit keer. Oké. Okay. Omdat ik wel eens een keer iets meer wil vertellen dan alleen maar een strookje. En kan je al een tipje van de sluier oplichten waar het boek over moet gaan? Waar het boek over gaat? Ja, het gaat natuurlijk weer over flow. Het gaat over... Ja, maar je zegt nou, het gaat natuurlijk weer over flow. Het is net alsof je jezelf zat bent. Ja, soms wel. Ja, omdat het altijd alleen maar over mezelf gaat. Kijk, ik wil trouwens ook nog wel eens een keer een pornostrip maken. Dat lijkt me ook heel leuk. Maar waarom doe je dat dan niet? Ja, maar ja, dan zou ik het alleen maar voor mezelf maken. Maar wat zou je... Wat wil je dan... Het is heel populair. Ik zag van de week een documentaire. Dat is echt... Maar dat lijkt me wel een kunst om dat te doen. Ja, dat moet anatomisch correct zijn. Nou ja, ook dat. Maar vertel, waarom doe je dat dan niet? Ja, omdat het tot nu toe nergens in... Omdat ik deadlines nodig heb, dan is het meestal ergens voor. Ja. Dus ik ga niet iets voor mezelf zitten maken. Nou, dan geef ik je nu 5 minuten. Ik pak wel even een wit A4'tje. Blijf zitten. Geef ik je nu... Oh, jullie hier. Ja. Één plaatje. Een erotische strip. Een erotische strip in één plaatje? Nou ja, of 2 plaatjes dan. Ja, nee, ja. Waarom lach je nou? Nee, gewoon dat ik dit... Dat je dit doet? Dat ik dit nu aan een... Ja. Wie heb je nou voor ogen dan? Ja, nu wordt het opeens iemand anders met dit lichaam, hè? Nee, kijk, ik heb mezelf nog steeds in. Nee. Ja, nee. Maar ga door. Nee, ja, maar de deadline. Ja, maar ik ga toch niet hier een porno tekening. Dat is... Ik teken schattige dingen. Maar de suggestie is duidelijk. Zo. Nou ja. Hoe is jouw samenwerking met Edward? Ja, superleuk. Ja? Ja, ik werk normaal niet echt met mensen samen. Omdat ik altijd mijn eigen zin wil doordrijven. Vooral bij dit boek is dat hij dan... Het zijn stripgedichten. Mm-hmm. Edward heeft dan het gedicht gemaakt. Die heeft die mij opgestuurd. En ik mocht mijn eigen gang gaan. Ja. Dus in zijn verhaaltje, wat het gedicht was, kon ik ook mijn eigen verhaaltje verwerken. En dat maakte het heel erg leuk. En daar heb ik ook wel geprobeerd verschillende stijlen per gedicht te maken. En een prijs gewonnen. Ja. Maar is dat dan de prijs voor het gedicht of is het dan de prijs voor de floor? Het is officieel de prijs voor de schrijver. Maar volgens mij, ja, bij dit boek kan je het volgens mij niet los van elkaar zien dan. Want die twee die horen erg bij elkaar. Maar je voelt je toch wel erkend? Jawel, nee, natuurlijk. Ja, nee, zeker.
je nog meerdere prijzen gewonnen? Ja, en het tweede deel die heeft Vlag en Wimpel dit jaar gewonnen. Oké. Okay. En vorig jaar een stripschap Penny voor beste jeugdalbum. En dat is heel grappig, want dit is natuurlijk voor de kinderliteratuur. Mm. En de stripschap Penny is voor de stripwereld. En normaal mixen die twee werelden totaal niet. En nu heeft één boek voor beide werelden gewonnen. Ja. Dus dat vond ik heel erg grappig. Waar droom je van? Ja, nog meer boeken maken. Ja? Ja. Ja, ja, eigenlijk wel. En ik zal waarschijnlijk gewoon tot mijn dood blijven tekenen. Ja, want ik kan toch niks anders. Hoezo kun je niks anders? Nee, ben nooit voor iets anders gegaan. Dus ik heb altijd alles gewet op mijn tekenen. En dat bedoel ik niet negatief of zo. Nee, 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 nee. Dus, begrijp je. Ja. Dus het is dat is het. En een tijdje geleden zag ik een filmpje van L. Hirschfield, volgens mij. En het was een hele oude man met een baard, zo'n 80-jarige, die nog steeds aan het tekenen was. En nou ja, zo hoop ik te eindigen dan. Ja. Voor een tekentafel. En dat Bas vraagt, kom je nou eindelijk een keer eten? Hè? Kom naar beneden. En ik zeg, nee, nog even dit lijntje afmaken. Het is zo'n fantastisch filmpje, is dat? Nou ja, zo wil ik uiteindelijk wel eindigen. Het gaat jou zeker lukken. Heel veel succes met alles wat je nog gaat maken. Dankjewel. Dankjewel. Ja, wat een enthousiasme. Ik vind het zo leuk, al die mensen die zo heel bevlogen bezig zijn. En hij is dan heel bevlogen aan het tekenen. Ik voel me een soort oude tante. En dan zou ik zo graag bij hem willen zijn. En ook vragen, vlogen gaat goed? Weet je wat, je gewoon zo dat lekker stimuleert. En het zijn leuke boekjes ook, hoor. Kijk, hij heeft er een hele serie van Flow. En het zijn allemaal... Het is echt voor deze tijd, voor de decembertijd, is dat wel weer heel leuk.